telefoon weer. Ik heb gat al open getrokken. Wat ik je eerst gevraagd is, kan je vertellen wat hier nou vandaag gebeurd is? Nou ja, ze hebben mijn wagen weggehaald en op een gegeven moment met de bedoeling, mijn wagen stond hier voor de deur bij mijn vader en waar ze helemaal niet aan mogen komen, Harold. Want dat staat op eigen terrein van mijn vader natuurlijk. En ze halen hem gewoon weer weg. Ja. Ik heb daar een kampeerwagentje had ik vooraan staan, dat zal alles wegslepen. Nou, dat had ik netjes weggehaald op een gegeven moment. Want ze hadden bij mijn advocaat een papiertje opgestuurd in plaats dat ze die aan mij geven. Nee, sturen ze hem naar mijn advocaat toe. Mijn advocaat is toch geen postbode? Nee. Wat was de reden waarom uw wagen is weggegaan? Nou ja, ik ben aan het demonstreren om een eigen plek te krijgen. Die de gemeente gewoon weg heb gegeven. Hoe hebben ze die weggegeven? Nou ja, ik stond op de Walmer of Stroopolderstraat. En de Stroopolderstraat staat mijn eigendom op. En die hebben ze gewoon maar weggegeven aan een ander. Maar wat is hier op het kamp gebeurd? Nou ja, mijn vrouw is gearresteerd, mijn broertje is gearresteerd. Mijn oom die hebben ze op een gegeven moment onderuit geschopt. Die man is 67 jaar, komt net uit het ziekenhuis, is gedokterd alles. En die schoppen ze hem onderuit. Jullie hebben het net zelf gezien dat hij af werd gevoerd met een ambulance. Ja. Dat is toch absurd zoals wij worden behandeld hier in Gouden. Ja, want wat vindt u daarvan, hoe dat gaat? Nou, dat is al jaren zo. We hebben de ene burgemeester gehad en nu hebben we de andere burgemeester die rot doet. Want wat wil de gemeente Gouden met die woonwagen? Een uitsterfsbeleid. Wij moeten hier maar doodgaan. En dan wordt je eigendom wordt er afgetrokken en worden containers neergegooid. Ja. Zo werkt het hier. Ja. En zo wil de gemeente het hebben. Dat is de wethouder hier ook. Meneer Leenders, de wethouder en de burgemeester. Maar hoe kan het dat, even voor mijn beeldvorming, uw caravan zit zeg maar buiten het terrein. Wat was de reden daarvoor? Ja, die moest weg. Die hebben we weggehaald. Maar andere te wagen waar ik in leef. Waar ik al 2 jaar in leef, als een rat. Die stond bij mijn vader voor de deur, die hebben ze ook weggehaald. Maar die hebben ze al 2 keer weggesleept. Want, waarom? Omdat die illegaal stond? Nou ja, hij heeft een paar keer gewoon bij de gemeente, huis, het stad gestaan. Met spandoeken er alles op, hebben ze hem weggesleept 2 keer. En nou had ik hem weer teruggehaald en hebben we hem hier neergezet bij mijn vader. Omdat hij daar op de goudkade niet mocht staan, buiten de goudkade. Ja. Dus heb ik hem bij mijn vader voor de deur neergezet. Ja. En nou halen ze hem hier weg. En waar moet u nou vanavond slapen als u... Nou ja, dat is of bij mijn zus of bij mijn vader op de bank, het is niet anders. Ja.